Goeiedag kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering van In Gesprek Met. In mijn deel ga ik het hebben met de heer Gordon Voogd over de Kersen Trading Academy. Hij gaat ons wat meer vertellen over wat zij precies doen voor de oil en gas sector. Kijkt u mee. Goedemorgen meneer Voogd, ook u welkom in gesprek met. Goedemorgen, dag mevrouw Goudland. Ja, alvorens ik met de deur in huis val voor wat allemaal de Kersen Training Academy inhoudt, hou ik ervan om mijn gast te vragen zich voor te stellen. Dus wie is meneer Gordon Voogd precies? Nou, Gordon Voogd is een geboren en getogen Surinamer, 41 jaar jong. Zoals bepaalde Surinamers ook naar het buitenland geweest na de VWO hier op Achron. Dus ik heb Wulfingschool gedaan, Amst gedaan, toen naar Nederland gegaan voor studie. En op een gegeven moment na mijn studie een jaartje gewerkt en teruggekomen naar Suriname, want Dami Atide. En sindsdien werkzaam in Suriname. Ik ben nu 7 jaartjes bij Kersten als Business Development Manager. En ook in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de Academy hier. Oké. Want ik denk dat de term Kersen Training Academy al iets langer dan een jaar zo'n beetje aan het rondvloeten is in Suriname. Wat is precies de Kersen Training Academy? Ja, het is denk ik goed om de Academy in context te plaatsen met hetgeen wat Kersen doet voor de energiesector van Suriname. Het is de offshore oil en gas, zo u wil, sector die aan het ontwikkelen is en er gebeurt heel veel. En we hebben als goed bepaald in 2019 dat we ook iets daarin willen doen. Want Kersten bestaat, zoals u weet, langer dan 255 jaar. En dat kan je alleen maar volhouden als je participeert in die sectoren die van belang zijn voor het land. Dus toen de fondsen kwamen en de excitement nam toe, hebben wij gezegd, wij moeten ook participeren. Dus de Academy is onderdeel van de strategie voor de groep om te participeren in die sector en om waarde te voegen aan die maatschappij die ook wil participeren. Maar de Academy is, kort gezegd, een locatie waar iedere Surinamer terecht kan voor informatie over die sector. En om specifiek te zijn wat we nu aanbieden, zijn veiligheidstrainingsprogramma's voor mensen die offshore willen gaan. Oh. Dus we trainen geen mensen, we brengen geen skillset bij als een technician of als een lasser. Dat doen wij niet. Wij bieden je een programma aan die verplicht is om offshore te mogen gaan werken of offshore te mogen bezoeken. Dat is een groot verschil tussen een opleiding die je bij het NATO kan volgen of specifieke oil en gas. Trainingen om iets aan te leren om daadwerkelijk te werk te gaan offshore. Dus wij geven de trainingen, die zijn gecertificeerd door OPITO. Dat is een nieuwe term die we vaak gebruiken. Wij gebruiken de afkorting alsof het normaal is, want we doen het al 2 jaren. Maar OPITO staat voor Offshore Petroleum Industry Training Organization. Zij dicteren alle veiligheidsvoorschriften hoe je moet handelen offshore in geval van nood. Zij dicteren ook voor de maatschappijen die offshore werken wat de standaarden zijn ten aanzien van veiligheid. Dus dat we dat hier hebben in Suriname, een certified centrum niet kan aanbieden, is een primeur. En om te vergelijken met Guyana, wij hebben het nu al opgezet en zijn certified. Hebben nog geen FID, hebben nog geen eerste olieproductie. Dus we zijn het 4 jaar voor. En in Guyana is zo'n centrum opgezet 3 jaar na hun eerste olieproductie. Dus we lopen vooruit op zaken. Maar wij geloven dat met dit trainingscentrum in ieder geval de lokale bevolking ook kan helpen om eerder te participeren en dus beter voorbereid te zijn. Kunt u dan een voorbeeld geven, want u zegt men kan hier geen opleidingen volgen om op een rig te gaan werken, maar jullie trainen mensen op om de veiligheidsaspecten in acht te nemen alvorens ze op een rig of op een oil dingen willen gaan werken. Ja. Dus kunt u even een voorbeeld geven waarvoor men hier terecht kan komen? Ja, dus een van de meest gevraagde programma's die we nu al hebben verkocht is de BOSIET. En BOSIET staat voor Basic Offshore Safety Induction Emergency Training Program. En daar leer je basic firefighting, daar leer je basic first aid, hoe je moet omgaan in geval van emergencies op zo'n offshore installatie. Want je kan begrijpen, het is eigenlijk een stalen blok met heel veel hazardous gassen en vloeibare zaken die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden als het niet goed wordt behandeld. Dus als er iets misgaat, moet er iedereen op het platform is weten te handelen. Bijvoorbeeld het vuur uitzetten of als iemand iets overkomt, ook te weten te handelen, first aid. Dus dat soort programma's geven wij hier bij de Training Academy. Uh-huh.
Men zal zich afvragen, oké, ik kan zo'n training gaan volgen, maar staat zo'n zulke mensen al in dienst? Dus men zal zich vragen, wat is het nut dat ik eigenlijk zo'n training kan volgen, als ik bij wijze van spreken niet gelijk een baan kan vinden? Can you clarify dat precies waarom die trainingen precies belangrijk zijn om toch nog te volgen, mits je wel of niet werk bij staat zo'n ja. Nee, het zijn verplichte trainingen voor mensen die offshore willen gaan. Dus iedereen die offshore wil gaan om te werken of om te bezoeken, moet die training volgen. Zonder zo'n brevet kom je niet offshore. Dus een Total of een Noble, al die bedrijven met geweldige namen, die laat je ook niet toe om offshore te komen zonder dat je zo'n diploma hebt. Dat is het belangrijkste. En wij geloven, want Surinamers werken al offshore, as we speak. En zij hebben die training tot nog toe in het buitenland moeten volgen. Of naar Trinidad, of naar Guyana, of naar Nederland. En dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee, extra tijd. En door het hier te kunnen aanbieden aan die groep die al werkt in de sector, doe je dus de drempel verlagen, want die zaken zijn meestal 2 tot 3 jaar geldig. En dan moet je weer vernieuwen, zonder vet. En wij geloven dat doordat we het hier geven, verlaag je die drempel voor de mensen en ook de kosten. Dus, ik onderbreek je. Ja. Dat is één deel van het verhaal. Okay. En dan om antwoord te geven op het tweede deel van je verhaal, waarom zou je die training komen volgen? Het is naast een verplicht iets wat je moet doen voor de offshore, is het ook erg informatief. Dus je hebt een streepje voor als individu. Het zit niet alleen voor bedrijven, het is ook voor individuen die geïnteresseerd zijn om iets te leren over de sector. Dan krijg je hier een internationaal certified programma, theorie en praktijk, hoe je moet handelen in onveilige situaties en hoe je zaken kan voorkomen. Dus het is ook informatief om het alvast te doen en daardoor ben je een stapje voor op je concurrenten, als je het zo wil noemen. En dan weet je ook veel meer over die sector. Ja. Maar mijn vraag zou eigenlijk zijn, dus als bijvoorbeeld staatsolie over, laten we zeggen pakweg 2-3 jaartjes klaar is met zijn rig en de president met enkele ministers en media mensen naar zo'n plek moeten gaan. Dus iedereen die in die delegatie thuis hoort, dient dan vooraf zo'n training te hebben gevolgd, anders mag je geen voet zetten op zo'n rig. Klopt helemaal. Dus ook jij zou dat moeten volgen als je dan een opname wil doen op zo'n platform. Ja. Naast het hebben van zo'n brevet, zoals u het noemt, het is ook voor je eigen kennen, zoals u aangaf. Denkt u dat mensen het kunnen zien als instap om te solliciteren bij bedrijven zoals u opnoemt, Total en Staatsolie en al die andere oliebedrijven die naar Suriname komen? Ik denk dat het zeker een pre kan zijn, dat je proactief bent en de informatie zoekt over de offshore sector van Suriname. Dus in that sense, it would help. Het is een pre, maar het is geen garantie dat je werk vindt. Het is een verplichting dat je het hebt als je werk hebt gevonden offshore, maar het is geen garantie. Maar het is wel een pre, in mijn beleving tenminste, dat je ook de proactiviteit laat zien van ik heb al informatie gezocht en ik wil mijn skills die ik al heb, wil ik kunnen uiten op zo'n platform. En ik wil dan ook als, vaak ze dus als trainee moeten binnenkomen, want ze hebben de skillset nog niet. Het is een nieuwe sector natuurlijk. Dus in die zin denk ik van dat het nuttig kan zijn inderdaad als je vooraf al die trainingen volgt. Ja, ja, dus ik denk de richting waarin u gaat is bij wijze van dus wat u aangaf, mensen sturen naar het buitenland. Ja. Zodat als iemand zo'n brevet heeft, die certificering of een diploma, dat als men mocht solliciteren bij staatsolie indien er sollicitaties komen, dan heb je tenminste een leg up, want dan weet staatsolie of Total Energies of wie dan ook van dat, deze is al gecertificeerd om op een rig te gaan werken, dus ik hoef daar niet extra te investeren. Ja. Dus men kan het zo zien. Zo kan je het inderdaad zien, ja. Onlangs ik aangeef, maar waarom het belangrijk is, maar mensen zullen zich toch afvragen, voor wie is het belangrijk? Want ik denk niet dat het gender gespecificeerd zal zijn. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Wij proberen het zo te verwoorden, het is voor iedereen van belang die interesse heeft in die sector en die uiteindelijk een bijdrage wil gaan leveren en wil gaan werken offshore. Het is een aparte wereld, er staat heel veel te gebeuren op dit moment. Dus ik juich het toe dat we kregen toenadering van bedrijven en we kregen toenadering van individuen die heel veel vragen stellen, terechte vragen stellen, want het is allemaal nieuw voor iedereen. Als je Opito nu noemt, gemiddeld als je naam gaat zeggen, wat Opito wat? Weet je? Dus het is begrijpelijk. En ik denk dat het zal met de tijd gaan groeien, maar iedere Surinamer is hier welkom, elk bedrijf, elk individu
is hier welkom om de training te komen volgen. En hoeveel trainingen verzorgen jullie precies? Is dat, zijn er verschillende onderdelen? Want je gaf aan van je moet weten hoe je een brand moet blussen ja. of hoe je in calamiteiten. Zijn er verschillende specifieke trainingen die men kan komen volgen? Ja, dus we hebben nu in totaal hebben we 12 programma's. Oh. Verdeeld over, om het simpel te houden, 2 hoofdcategorieën. Eentje is de BOSIT die ik net noemde. De BOSIT die is de Basic Offshore Induction Emergency Training. Zo is een mondvol. En dat heeft ook een tropische versie. Okay. Dus je moet je voorstellen, het is allemaal ontstaan in de Noordzee, deze standaard. En daar hebben ze natuurlijk als in het water vallen, want daar gaat het om. Als je zo'n training moet volgen, dat je ook moet weten hoe je uit een helikopter moet kunnen glippen als het in het water is beland, heb je veel dikkere pakken aan. Uh-huh. En in tropische wateren heb je dat niet nodig. Dus dan de onze water, ja, hiervoor in de Atlantische Oceaan, heb je geen dikke pakken nodig. Dus heb je een BOSIT waarmee je eigenlijk over heel de wereld kan gaan en een T-BOSIT, die T staat voor tropical, heb je een dunnere suit aan. En achter me hier, ja, dit is de dikke versie van zo'n pak dat mensen moeten aantrekken. En deze is dan de wat dunnere versie. Maar het is een, dus dat is dan één deel van het programma. Okay. Dan hebben we de BOSIT en de T-BOSIT. En elk van ze heeft ook een refresher. Uh-huh. Dus als je voor het eerste training volgt, moet je de complete course volgen. Dat is 3 dagen. En als je na 3 jaar moet vernieuwen, dan heb je een kortere versie. Dat is de FOET. Dat is een Further Offshore Emergency Training. Dus dan is het in plaats van de 3 dagen, is het een 1-daagse training. Puur daar refresher van. En dan heb je ook daarvan de topical versie. Daar hebben we al 4 gehad. En dan hebben we de HUET. Dat is voor, echt voor bezoekers. Dat is Helicopter Underwater Emergency Training. Dan leer je enkel... Wacht even, hoezo helikopter underwater? Please specify. Ja, we gaan dat zo meteen laten zien. Het is een van de dingen die je moet leren als onderdeel van de BOSIT, is dat je ook weet te ontsnappen mocht een helikopter, want je kan met een helikopter worden gebracht naar zo'n offshore platform, ook met een boot, maar vaak gebeurt het ook met een helikopter. En mocht er iets zich voordoen met de helikopter en die komt noodgedwongen in het water terecht, wat er dan vaak gebeurt, hij kapseist en hij draait om. 80 graden. Ah, now I get it. Ja, dus je hebt standaard dan zo'n pak aan en een life vest met een opblaasbare tori achter je, toch? En dan leer je nu hoe je moet handelen om eruit te komen. Want als je in paniek raakt en je gaat verkeerd handelen, dan is het vaak niet noodlottig kan het zijn. Maar wij leren dus hier hoe je moet handelen in zo'n situatie om het raam eruit te halen, om eruit te duiken, et cetera. Dat is de HUET. Precies. Ja, dus de HUET, dat is de Helicopter Underwater Emergency Training. En die leer je, dat is echt voor bezoekers, met name. En iedereen kan die ook komen volgen. En de BOSIT is de uitgebreidere versie. Daar kan ik een stukje firefighting bij kijken. Zo een beetje first aid bij kijken. En ook algemeen, wat is upstream, downstream. Dus terminologieën van die offshore sector in het algemeen. Dus daar hebben we, om te resumeren, het eerste deel van de trainingsprogramma's. BOSIT. FOET, dat is de refresher van de BOSIT. En HUET. En heb je van alle drie ook de tropische versie. Precies, dus de T-BOSIT, T-FOET en T-HUET. Ja. Dat is 6 van de 12 hebben we nu gehad. Yo. En je kan het allemaal op de website bekijken. Het is allemaal uitgelegd, dus je hoeft niet op te schrijven. En dan hebben we wat we noemen industry-related safety programs. In 2 andere subcategorieën. Uh-huh. Rigging en banksman en slinger. Okay. Deze hebben te maken met hijswerkzaamheden. Je kan je voorstellen op zo'n platform, als er zijn heel veel buizen die vloeistof moeten pompen vanuit de bodem naar boven toe en gassen separating. Dus als iets kapot gaat, zo'n buis bijvoorbeeld als illustratie, dan moet dat worden afgesneden, opnieuw worden gesoldeerd, maar het moet ook worden opgetild. En dat doe je niet met de hand, dat doe je met hijswerktuigen, met takels en noem maar op. En dat moet je op een bepaalde manier doen, op een veilige manier. Ja. Balanceren en dit soort zaken zie je ook terugkomen op de havens bijvoorbeeld. Dus hijswerkzaamheden. Veiligheidstrainingsprogramma's. En dan heb je de rigging. Die is een training die te maken heeft met degene die de lood moet zorgen dat hij in balans blijft. Dus het vastmaken eraan en het balanceren als je wordt opgetild met een klein touwtje of met andere attributen. Dat is de rigger. Uh-huh. Dan heb je de banksman en slinger. Die is degene die verantwoordelijk is voor dat de kraan, dus de crane operator, dat hij zijn werk ook goed doet en die begeleidt met signalen, internationaal afgestemd. Dat iedereen kan praten, is eenduidige taal voor als Indonesië, Suriname, Amerika. En die begeleidt zeg maar de operator waar de loop moet gaan. En dat zijn 2 functies binnen de offshore sector, maar ook binnen de bouw.
dat je kan gebruiken. Ja. En ook Opito heeft daarvoor ook specifieke richtlijnen voor ontwikkeld. En voor elk van die twee categorieën, dus rigger en voor de banksman en slinger, heb je 3 niveaus. Voor het gemak, beginner, gevorderd en vergevorderd. Ja. En dat heet dan rigger initial, rigger assessment en rigger reassessment. Aha. En dan bij de banksman en slinger hetzelfde verhaal. Banksman en slinger initial, banksman en slinger assessment en banksman en rigger, banksman en slinger reassessment. Dus hebben we 3 voor rigger, 3 voor banksman en slinger, Boosje 3 maal en Tiboosje weer 3 maal, samen 12 maal. En dat is de start. Van de Excuse me? Daar zijn we mee begonnen nu, de veiligheidsprogramma's. Dus dat is het start, is het oké, gaat het door? Nee. Dat zijn de programma's die we nu aanbieden. En dat kunnen we doen hier op het terrein van Staatsolie, waar we zijn. Want dit terrein waar we nu zijn, is van Staatsolie eigendom. Ja. We hebben een overeenkomst met Staatsolie om het te mogen gebruiken om deze faciliteit op te zetten. Staatsolie is de local content facilitator van het land. En wij vinden persoonlijk, of als bedrijf, dat ze dan een zeer goede job doen om dingen te identificeren van tevoren, om ze zo snel als mogelijk te implementeren. En zo was het ook een wens van hun om zo'n activiteit in Suriname tijdig opgezet te kunnen krijgen. En als drempelverlagende maatregel of actie hebben ze gezegd, weet je wat, laten we ons stuk grond aanbieden aan particuliere bedrijven om het op te mogen zetten. Dus dat heeft ons ook geholpen om eerder van start te kunnen gaan dan we nog niet hadden gepland. Naast die 12 soorten trainingen, maar ik gaf in het begin aan 3 dagen. Mensen als zij afvragen, zijn 3 dagen wel genoeg om, want, of is het 3 dagen theorie en 3 dagen praktijk, of theorie en praktijk in 3 dagen? Dat is een beetje short. Nou, het is heel veel informatie. Het is erg, je moet het ook opbouwen. Dus de BOSIT en de TBOSIT zijn beide 3-daagse trainingen. In totaal. 2 dagen theorie, 1 dag praktijk. Is het wel haalbaar? Ja, we hebben het gedaan vorige week. Oké. Ja. Nee, het is haalbaar en het is allemaal, zeg maar, het is echt per categorie gedefinieerd hoe lang we bezig zijn. En dan krijg je van tevoren ook toegestuurde informatie. Hoe laat je hier moet zijn en welke programma's aan de bod komen, welke theoriedagen je hebt en welke praktijkdagen je hebt. Je komt ook hier en je moet een medische test doen van tevoren. Dat doen we hier op locatie. Je bloeddruk meten en wat vragen stellen. Dat je ook ervan voor gewissen. Want het is een intensieve training. Oh, toch? Okay. En mensen die niet in, vooral de BOSIT, mensen die niet in gezondheidsklachten hebben, kunnen worden geweigerd als ze hier komen en hartslag is te hoog of je bloeddruk is te hoog. Want je gaat onder water, je wordt gecapsaïsd, je wordt 180 graden gedraaid fysiek. En dat kan je in paniek brengen. Dus daar moet je wel op voorbereid zijn als je dan hier naartoe komt. Dus er zijn, good to know. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, ik denk dat sowieso, want mijn vraag zou sowieso zijn, voor wie is het eigenlijk bestemd? Ja. Sowieso mensen die GBD's klachten hebben. Dat kunnen we inderdaad melden, ja. Ja. Het is van belang dat je ook een beetje in shape bent. Je hoeft geen topsporter te zijn, maar je moet geen krachten hebben die ervoor kunnen zorgen dat er een onveilige situatie komt in het water. Voor jezelf. Ja. Ja. Ik ga er vanuit dat men niet gratis kan komen met Hersentraining Academy. Nee. Zijn er kosten aan verbonden? Want net als wat u aangaf, bedrijven kunnen hun mensen inschrijven en individuen kunnen dat zelf. Ja. En het is gewoon iets voor je, hier voor je eigen, mensen zeggen, om je eigen mind to put at ease en zo. In welke buurt? Want ik denk dat ook alles staat op jullie website. Ja. In welke buurt en categorie zijn de prijzen voor zo'n training? Ja, nou, de prijzen range tussen de 1000 en de $1,250 voor een training. En dan zijn aan de lage kant de 1000 zijn de refreshers. En als je voor het eerst meedoet met zo'n motion, is het rond de $1,250. En er zijn wel local content discounts voor lokale mensen. Want wij bieden deze training ook aan buitenlanders aan, die hier dan zijn. Dus daar komt iedereen nog wel voor de aanmerking. Want dat zou ik net vragen. Dus aangezien u ook aangaf van jullie krijgen genoeg vragen. Ja. En ik ga er ook vanuit van dat jullie ook zijn gaan lobbyen, een beetje in de regio. Dus dan hebben jullie ook aanbod gekregen vanuit de regio die hun mensen opsturen voor zo'n training. Dus er is interesse vanuit de regio, maar zo'n academy, als we hier in Suriname het opzetten, is het juist om de kosten te verlagen voor de locals. Uh-huh. En hetzelfde geldt ook in buurland Guyana. Dus hebben ook je eigen school. Maar het zou zomaar kunnen dat iemand uit Guyana of Trinidad of uit Frankrijk hier is. En op dat moment vervalt diegene hun of haar, brevet. Ja. En ze moeten er binnen een bepaald tijdsbestek, moeten ze het vernieuwen. Dan kunnen we die training ook aan hun aanbieden. Dus het is internationaal en het is hetzelfde. Ja.
Sowieso, oké. Ja, het grote voordeel, wil ik wel even aanmerken. Je kan heel veel informatie vinden online. Ik stimuleer iedereen om ook gewoon jezelf te verdiepen als je interesse hebt in die sector. En er echt werk van maken. Je kan naar YouTube gaan, je kan googlen, je kan ChatGPT. Je kan heel veel informatie vinden. Dus als je interesse er ligt, ik moedig je iedereen, ga daarna op zoek. Het voordeel van dit centrum is, het is een certified center. We hebben er een jaar aandacht over moeten doen. En we echt met een vergrootglas wordt gekeken naar die organisatie. Er werken hier met mij erbij in totaal 10 Surinamers. Dat is ook uniek. Het wordt gedraaid door volledig Surinamers. En dat heeft ook wat tijd gekost en moeite. De mensen zijn nu al bijna 2 jaar in dienst om getraind te worden. En dat betekent alleen maar dat je met het certificaat is het internationaal erkend. Ja. Je krijgt een uniek nummer via een website, een platform. Dus als jij met je brevet gaat naar een Total of je gaat naar een Nobel, dan vragen ze je diploma op. Ze voeren het nummer in op een portaal en ze vinden het terug. Het is geen certificaat van participatie. Het is een competentie die je hebt geleerd conform de standaarden die door de belangrijkste organisatie van de wereld zijn gedicteerd. En wij zijn hier in staat en gecertificeerd door die organisatie dat we het goed doen. Op de juiste manier, op een veilige manier. Dus dat is denk ik het grootste verschil en de meeste toegevoegde waarde die wij brengen aan iemand die het graag wil leren. Maar dat betekent niet dat je op je eigen houtje al dingen gaat zoeken en dingen die je misschien vindt, ga je ook terugzien in onze presentaties. Maar nu wordt het getoetst. Oké, ken je het echt? Precies. Weet je te handelen? Je kan die filmpje bijvoorbeeld van die helikopter kan je online ook zoeken. Boseit, B-O-S-I-E-T. Dan vind je gelijk wat filmpjes van mensen die onder water gaan en hoe het eruit ziet. Dus daar ga je ook een beetje erin verdiepen. Maar niet iedereen gaat dat kopen en zetten om te gaan trainen. En dat is, ja, en dat is ook, je moet het ook op de veilige manier doen. En onze jongens en dames hier die trainingen geven, zijn gewoon allemaal echt op de juiste wijze getraind en kundig genoeg. Ik denk van daar u dat gedeelte van dat sowieso het belangrijkste aspect in dit alles is dat het internationaal erkend is. Maar is Kersen dan niet bang dat men gaat investeren in zichzelf en dan gaat men dan wegtrekken? Vinden van, aangezien staat, zullen geen plek geven of doet er geen plek geven. Dat men kan wegtrekken met het perfect. Zoals u aangaf, het is 3 jaar gelden. Ja. Nou, kijk. Ik heb een quote gelezen een keertje van, ja. Ben je niet bang als je investeert in mensen en dat ze weggaan? En dan is de tegenhanger daarvan. Ben je niet bang dat we niet investeren en ze blijven? Dus dat is enger. Dus ik vind dat mensen weggaan, dat is in ja, iedereen heeft zijn eigen goed recht en noem maar op. Het is aan de bedrijven om de ambities van de mensen ook zoveel als mogelijk tegemoet te komen binnen de beperkingen, binnen de mogelijkheden die ze hebben. En dat doen wij hier bij de Training Academy met ons lokaal personeel, want ook wij hebben veel geïnvesteerd in ze. Proberen ze altijd tegemoet te komen in welke vorm dan ook, maar vooral de motivatie erin houden. Ja. Je voegt waarde toe en de visie te delen van de academy. Want wij hebben gezegd, wij willen als academy de locatie zijn. Als iemand denkt offshore en iets wil gaan leren, dat ze ons eerst benaderen. Dat wij ze kunnen wegwijzen of wegwijs kunnen maken over wat ze kunnen gaan doen. Dus wij geven nu de veiligheidsprogramma's. Dit jaar willen we nog starten met technische programma's. Daar zal ik niet al te veel meer over kunnen zeggen, want we zijn nu in de afrondende fase. Maar daar ga je wel skills kunnen leren. Die je kan gebruiken om offshore te gaan. Dus een soort one-stop shop. Voor Surinamers die willen gaan werken offshore. Of in ieder geval willen gaan verdiepen in die sector. Alvorens ik ga naar mijn laatste vraag. Ik heb een beetje rondgepiept, dus hier is het theoretische gedeelte. Ja. Maar waar geschiet dat praktische gedeelte? Want zoals je zegt, je wordt opgedompeld in je water. Waar geschiet dat? Ja, het valt niet op. Het is een above the ground pool. Oh. Een zwembad boven de grond. Dus van de zijkant is het gewoon helemaal zwart. Daar gaan we straks naartoe lopen. En dan op de trap boven heb je een heel andere wereld. Daar is onze Pride, onze helikoptersimulator en onze lifeboat, die is oranje. En dan kan ik je daar laten zien wat we allemaal doen. Hier is een classroom. We hebben ook een e-learning classroom hiernaast. Daar kan je ook digitaal lessen volgen. En die zijn ook certified programma's. Die gaan we later op het jaar even implementeren. En dan hebben we achterop is er een industrial firefighting ground van Staatsolie. Die wij ook utiliseren om dan die basic firefighting course te geven. En we hebben ook een aparte ruimte voor de rigging en de banks met een slinger. Dat zal ik ook laten zien waar het heiswerkzaam hier de gedeelte ook plaatsvindt. Oké, tot slot meneer Voogd. Ik denk van na al deze informatie
that we piqued a lot of people, their interest. Yeah. Naast de website, hoe kan men in contact komen voor meer informatie over de Kersen Trading Academy? Ja, het beste is om, je kan via de website kan je een contactformulier invullen. Dat is één manier. Je kan ook gewoon direct een mailtje sturen naar info.katia@kersten.sr. Zal ik nog een keer zeggen? info.katia@kersten.sr. Ons telefoonnummer staat ook op de website, die ken ik nu niet op mijn hoofd. Maar diverse manieren om ons te bereiken. Digitaal is het beste, dus gelijk vastgelegd wat je graag wilt hebben. En dan kunnen wij alle informatie delen die we hebben die noodzakelijk is voor jouw behoefte. Meneer Voogd, heel hartelijk dank voor de informatie. Ik kijk sowieso uit naar de rondleiding, ja. Want ik ben benieuwd hoe het er allemaal aan toe gaat. Maar heel hartelijk dank voor uw deelname in ons programma In Gesprek Met. En we kijken uit wanneer de volgende fase van jullie technische assessments erbij komen om weer eens een keertje langs te komen. Nee, thank you for coming en om de informatie te delen. Thank You're you. Welcome. Kijkers, u heeft de heer Gordon Voogd gehoord. De Kersen Trading Academy biedt op dit moment enkele trainingen die te maken hebben voor de veiligheid op een rig. Dat wil zeggen dat zij mensen niet opleiden om daar te werken. Je hebt jammer genoeg wel een brevet nodig als je bezoek wil brengen op een van de rigs. Dat was het voor mijn deel. Gaat u nog niet weg? Mijn collega Richelle Maknak ziet u zo met een tweede deel. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we over een vrouwenretreat en daarover gaat mevrouw Sebon van de stichting The Coach in Me ons meer vertellen. Kijkt u mee. Nogmaals, goedendag mevrouw Sebon. Op 6 juli organiseert de stichting The Coach in Me weer een retreat, maar deze keer voor vrouwen. Klopt. Kunt u ons vertellen wie eigenlijk staat achter The Coach in Me, wat de stichting doet? Ja, de stichting is dus, draagt de naam van stichting The Coach in Me. En dat zegt het al, het coachen van jezelf, die leider in jou. We zijn een holistisch coaching en counseling instituut. En wij verzorgen dus groepsessies, retreats, maar ook de one-on-one gesprekken. Als men dus met een coaching traject wil starten, dan hebben we dus de intake gesprekken. Maar soms genoeg wil men ook gewoon even een gesprek hebben met de coach om te kijken van, hey, is die klikker? Mm-hmm. En kunnen we natuurlijk verder met ons proces. Oké. En aanstaande zaterdag. Ja, klopt. Wordt er een retreat voor vrouwen georganiseerd. Ja. Kunt u ons vertellen over wat u heeft geïnspireerd deze retreat te organiseren? Oké, deze retreat is dus deel 2. Het eerste deel was dus in december. En nu hebben we dus het tweede deel. Wat ons geïnspireerd heeft, vaak genoeg komen de dames. Dan zijn ze in hun coaching traject of hebben ze een groepsessie gevolgd. En dan hebben ze dus behoefte aan meer. En we hebben het eigenlijk niet in Suriname om te zeggen van, we besteden een hele dag aan onszelf. Mm-hmm. Waarbij je gaat en er wordt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Er zijn sowieso wel yogacentrums en andere coaches die natuurlijk bezig zijn. Maar een retreat is toch wel iets nieuws voor Suriname. En voor ons is het dus belangrijk om deze dagen uit te trekken om bezig te zijn met de mens en echt van binnen, vanuit de core, gaan wij werken aan jou als persoon. Het is natuurlijk op een ontspannen manier. We zijn in Para, Amani Resort. Het is een heel mooi resort. En de sfeer natuurlijk, de locatie speelt ook wel een rol. Waardoor je je vrijer gaat voelen, waardoor je je open gaat stellen. Als je in de natuur bent, we zijn natuurmensen. En als je in de natuur bent, dan voel je je één. En dat maakt ook dat je je vrijer voelt, open stelt,
om dus te werken aan jezelf. Yeah. En het idee is natuurlijk toen ontstaan, een jaar terug. En natuurlijk hebben we gezien wat de eerste heeft gedaan. De dames die toen hebben meegedaan. Wat voor veranderingen er natuurlijk allemaal, wat dat teweeg heeft gebracht. En we zeiden toen van oké, dan stappen wij over om het nogmaals te doen. Want natuurlijk de vraag is er. Er gaat heel veel werk in zitten. Daarom kunnen we het ook maar één keer per kwartaal doen. Mm-hmm. En het eerste kwartaal ging een beetje stroefjes. Waardoor we dus vorige maand pas de retreat hebben gedaan voor de mannen. Dat was ook heel erg krachtig, powerful. En dus nu is dus de gelegenheid geboden aan de dames om ook te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Yes. En je zei het al, we zijn in december begonnen. Yeah. Maar toch ben ik nieuwsgierig, want eerder zei u, in Suriname zijn we niet zo hoog geneigd om aan die dingen te denken. Mm-hmm. Of zo een dag te besteden aan onszelf. Mm-hmm. Van waar het idee om met retreats te beginnen? Dus hoe zijn jullie begonnen? Was er behoefte? Hoe hebben jullie het gevoeld van, hé, dit moeten we echt gaan doen hier in Suriname? Ja, sowieso als coach reis ik veel en volg ik ook een heleboel trainingen, workshops. Dat is natuurlijk nodig voor jou als coach om de mensen van dienst te kunnen zijn. En ik zag dat in het buitenland zelf aan meegedaan. Want het is belangrijk dat jij het zelf ervaart alvorens je kan zeggen van oké, je doet hem. Natuurlijk, we gaan scholen erin, want er komt veel meer bij kijken. En toen zei ik van oké, we brengen het concept naar Suriname. Natuurlijk in ons eigen jasje gestopt. En toen het werd aangeboden was het gelijk raak. Maar wij wisten ook natuurlijk dat de behoefte er was. Omdat men al vroeg van, hey, we willen veel meer. Die drie uurtjes die je ons geeft, is die voldoende? Dat uurtje dat we bij je komen, is niet voldoende. We willen meer. En ik zei altijd tegen de dames, ik zeg, het komt eraan. Ik weet nog niet hoe we het gaan doen. Maar we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus toen dat van de retreat er was, toen, zoals ik zei, ben ik me gaan scholen op dat gebied. Bijscholen op dat gebied. En toen hebben we gezegd van oké, we zijn er nu eindelijk ready voor. En zo zijn we dus begonnen in december daarmee. Ja. En hoeveel dames hebben bij de eerste retreat deelgenomen? Aan de eerste retreat hadden 18 dames meegenomen. We stelden open om 20 dames te laten deelnemen. Twee werden ziek. Uh-oh. Dat heb je niet in handen. Eén werd ziek omdat ze pas een sterfgeval had, dus natuurlijk echt nog in, aan het rouwen was. Mm-hmm. En toen zeiden we van oké, we gaan het verschuiven. U krijgt de gelegenheid om dan bij de volgende mee te doen, want dat kan altijd. Mensen zeggen ziekte en dood, die heb je niet in handen. Dus zodoende dat we dus 18 dames hadden toen. Bij de eerste retreat. En nu stellen we dus weer 20 dames in de gelegenheid om hier aan deel te nemen. Ja, en de focus is dat dus dames op die dag gaan leren werken aan zichzelf. Ja. Hoe staan we als vrouw, dus in de Surinaamse maatschappij erbij, hoe ervaart die vrouwen? Willen ze graag werken aan zichzelf? Willen ze toegeven aan dingen die soms misgaan? Wat is uw ervaring? Ja, het verschilt van persoon tot persoon. Maar sowieso staan vrouwen er vaker open. Je hebt altijd wel een vriendin of je moeder of een tante of een nicht waarmee je zaken bespreekt. Mm-hmm. Toch? We praten toch veel meer. Maar wat ik wel merk, we praten oppervlakkig. Mm-hmm. We praten niet de diepte in. En als je dus naar een coach toe stapt, is het belangrijk dat je dus de diepte instapt. Toch? Dus dat heb ik wel gemerkt bij de dames, terwijl bij de heren, heren zijn gewoon direct. Mm-hmm. Die stappen gelijk de diepte in. Die hebben geen bochten en hoeken en gaten. Die stappen gelijk de diepte in en willen direct aan de slag. Mm-hmm. Toch? Dus dat is wel het verschil dat wij hebben gemerkt. Maar ik vind fijn, het moment dat je laat zien van hey, dit is een veilige omgeving. En je stelt als coach de juiste vragen. Dan merk ik wel dat ze dus dan openstaan. Want soms schrikt men van, maar hoe weet je dat? Mm-hmm. Ik zeg, is het waar of niet? En dan zie je van, ja, dat is eigenlijk een deel van mij die ik zo ver als mogelijk heb gestopt. Ik zeg, maar het komt naar boven
En het moment dat het naar boven is gekomen, dan is het wel noodzakelijk dat je erover praat. Want vaak genoeg denken wij van ik vergeet het of ik wil er niet aan denken. Maar het is er wel nog. En je hoort er doorheen te gaan, je hoort het te verwerken. En dan pas kan je zeggen van ik ga verder. Mm-hmm. En wil niet zeggen van je vergeet hem, maar je kijkt er anders naar. Ja, en natuurlijk is het zo, heeft u aangehaald dat op deze dag mm-hmm. vrouwen dus gaan leren werken aan zichzelf. Mm-hmm. Maar dan kunt u ons vertellen wat het doel is van de retreat en wat hoopt u dat de deelnemers eruit zullen halen? Kijk, de retreat, daar krijg je tools mee. Los van mij als coach hebben we ook vanuit Nederlands coach Danny. Mm-hmm. Zij gaat dus bezig zijn met je link, je spirituele link met geld. Mm. We als vrouw hebben we vaak genoeg, die man zegt altijd van hey, hier het geld, kijk wat je ermee kan doen. En verwacht natuurlijk dat wij de skills hebben om het te leren. Maar heel veel van de vrouwen hebben het ook niet van huis uit gekregen. Aldoende leer je. Dus met coach Dani gaan ze dus daarmee aan de slag. Ook kijken van wat is mijn link met geld. Mm-hmm. En hoe kan ik leren budgetteren. Dat is ook een van de dingen. Of beter, want vaak genoeg doen we het al. Maar dat we natuurlijk kleine tips krijgen. Tools mee krijgen om het beter te kunnen doen. En voor ons gedeelte, dan gaan we weer met over zelfliefde, dan gaan we naar de diepte toe. Mm-hmm. En dan is het belangrijk dat de vrouwen de tools die ze meekrijgen tijdens de sessies, de verschillende sessies of de inzichten die ze krijgen, dat ze dat gebruiken voor de rest van hun leven. Want het is een levensstijl. We zeggen niet het blijft bij deze dag, maar het is de bedoeling dat je verder gaat met de tools die je meekrijgt. Zeg maar voor de rest van je leven. Ja, en u gesproken over coach Danny. Ja. Maar op de flyer voor die dag zijn er 3 mensen in beeld. U ook? Nee, de andere persoon is een van de coaches van de vorige retreat. Mm-hmm. We hebben een van onze sessies die heel goed aanslaat, is de spiegel. Ja. En dat hebben we dus ook op de flyer laten zien. Waarbij dus een van onze coaches van de vorige sessie, vorige retreat, bezig is met de spiegel natuurlijk. En dat is een van de methodes die we dus toepassen tijdens deze retreat. Ja. Oké, okay, mooi. Los van een budgetteren en zaken bespreken die je eigenlijk diep wegstapt. Zijn er ook andere zaken die besproken zullen worden tijdens deze retreat? Ja, ook. Maar het is ook een luchtige dag. Er is ook een massage. We gaan lekker eten en drinken. We hebben meditatieoefeningen. We proberen het om zo luchtig als mogelijk te praten over verschillende onderwerpen. En dat reikt van de liefde voor jezelf tot de liefde die je hebt voor anderen. Hoe kijk je ernaar? Waar sta je in dit leven? En waar wil je naartoe? Maar ook waar kom je vandaan om natuurlijk hier te staan? Want vaak genoeg vergeten we hoeveel we hebben gedaan om nu hier te staan. Dus daarna kijken we om de persoon natuurlijk te bedanken. Jij als persoon, dat je jezelf bedankt voor al hetgeen wat je tot nog toe hebt gedaan. En dat je positief kijkt naar je toekomst. En dat je gelooft dat je een toekomst hebt. Ja. Natuurlijk heeft u aangehaald dat er 20 deelnemers worden toegelaten bij deze retreat. Is er een bepaalde specificatie aan verbonden, een bepaalde leeftijd? We zeggen wel 21 plus, omdat er bepaalde zaken besproken worden, vrouw aangaande. Bijvoorbeeld als een vrouw een traumatische bevalling heeft gehad, dan verwachten we wel dat de rest wel begrijpt of een indicatie heeft van hoe het is of was. Dus daarom zorgen wij ervoor dat we vragen van 21 plus. En eigenlijk daarna hebben we geen, want we hebben mensen gehad van 60, we hebben mensen gehad van 80. Dus dat maakt helemaal niet uit. Maar wel 21 plus vragen we wel, ja. Zodat je wel kan werken aan jezelf. Yes. En hoe staat het met de vrouwen die bijvoorbeeld geen oppas voor hun kind hebben die dag?
Nou, jammer genoeg kunnen we zover niet denken. U gaat dat gedeelte zelf moeten oplossen. We zeggen, zie dit als een investering in jezelf. Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging voor vrouwen. Ik heb geen oppas om hieraan deel te nemen. Maar er zijn genoeg mogelijkheden, er zijn genoeg opties. En dan vragen wij ook aan de vrouwen van, kijk, bekijk ze. En zorg ervoor dat je dit even voor jezelf de uurtjes vrij kan maken om dit te schenken aan jezelf. Want dit is het beste wat je aan jezelf kan en mag geven. Mm-hmm. Okay. En natuurlijk is een investering in jezelf, maar de mensen hebben vragen zoals hoe staat het met vervoer, hoe wordt dat geregeld? Yes, het is een volledig pakket. Dus transport is ook inbegrepen. We hebben 2 verzamelplekken. En dan worden de dames opgehaald en naar de locatie toegebracht. Dus dat is allemaal gecoverd. Dat zit allemaal in het pakket. Okay. En u heeft ook gesproken over het succes van de eerste retreat van vrouwen in december. Mm-hmm. Welke feedback hebben jullie tot nu toe gehad van de mensen die hebben deelgenomen? Nou, we hebben allemaal alleen maar positieve feedback. En het mooie daarvan is dat een paar van de vrouwen ook verder zijn gegaan met hun persoonlijk traject. Dan hebben ze een traject van 6 weken of van 3 maanden ingezet. En dat is het mooie daarvan. Ze hebben kennis gemaakt tijdens de retreat met holistisch werk en coaching. Mm-hmm. En hebben toen gezegd van oké, ik wil toch wel dieper de materie in en zelf starten. En want wanneer je bezig bent, kijk, tijdens de retreat is het een beetje algemeen. Maar wanneer je met je eigen traject start, is het voor jou. Wat heb jij meegemaakt? Waaraan moet je werken? Waar zijn je groeipunten? Dus dan wordt er echt gekeken naar jou als persoon. Dus dat is het mooie geweest vanuit de retreat. Dat ze hebben gezien van, hey, ik moet een aanvang meemaken. En ik zeg ook tegen iedereen, het moment komt dat je aanvoelt dat je ready bent om te werken aan jezelf. En wanneer dat moment er is, is het wel belangrijk dat je luistert naar jezelf en hulp zoekt. Ja. En een bepaalde mensen zullen zeggen van ja, ik zal proberen om met deze dag mm-hmm. zoveel mogelijk eruit te halen. Mm-hmm. Is er een bepaalde zekerheid? Hoe zorgt u ervoor dat elke deelnemer een persoonlijke en betekenisvolle ervaring zal hebben? Ik beloof niks, dat zeg ik altijd tegen mensen. Ik doe geen wonderen. wat ik wel zeker weet, is dat de methodes, als je de tools, als je je openstelt, als je de tools toepast die wij meegeven, dan werkt het ja. Maar ik zeg, ik beloof niet en ik beloof geen wonderen. Vaak genoeg als mensen ook op mijn Facebook zijn en ze vragen van, oh, maar hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je... Ik zeg, ik beloof geen wonderen, ik ben geen God. Ik heb een gave, dat weet ik. Ik help mensen, dat weet ik. Maar ik zeg, het hangt van jou als persoon zelf af, hoe graag je dit wil. En als je je openstelt, je willing bent, dan gaat het werken, ja. Want het zijn psychologische methodes mm-hmm. die wereldwijd bekend staan. En men weet dat het werkt. En die passen wij toe met verschillende invloeden van traditionele methodes. Daar hebben wij een merch van gemaakt. En dat bieden wij aan. En wij weten dat het werkt. Maar ik geef het aan jou. Jij moet het willen ontvangen. Ja, precies. En eraan blijven werken. Want het is niet iets, ik plant een zaadje. Maar je moet wel willing zijn om dat zaadje water te geven, aandacht te geven. En dan pas kan het groeien. Ja. En stel, mensen zijn thuis, luisteren naar het programma. Ja. En ze twijfelen nog. Weet je, want soms denken mensen van, ja, maar ze hebben niet daarover gesproken. Ja. Zijn er specifieke punten of problemen die jullie graag willen helpen oplossen bij mensen, die ook besproken zal worden? Misschien mensen die zitten met, laat maar zeggen, depressie, stress en een ander gevolg daarvan. Mm-hmm. Nou, ik zou zeggen, ik stuur mensen altijd naar ons op Facebook page. Die draagt de naam van de Coach in Me. Mm-hmm. Je mag een beetje er doorheen scrollen. Je mag ons altijd appen, de vragen stellen waarmee je zit. Maar ik heb toch wel graag dat je zeker weet wanneer je naar ons toe stapt. Mm-hmm. Want anders dan heb ik je volledige inzet niet. Dus ik wil wel dat je
Het moment dat je naar ons toestapt, daarom zeg ik ook altijd tegen mensen, als je naar me toestapt, weet ik zeker dat je ready bent. Dus ik stuur mensen altijd naar onze page. Kijk, lees, want er zit heel veel informatie op onze page. Los van de dagelijkse teksten die we zetten ter overdenking. Daar vraag ik altijd ook aan mensen van, ga erover journalen. Dat kost niets, dat is gratis. Ga erover nadenken, ga erover schrijven. Dat helpt al als je zaken vanuit hier, vanuit je hoofd haalt en op papier zet. Maar ik zeg ook altijd, ga onderzoek doen, toch? Wie staat achter die stichting? Wie zit er allemaal in? Wat doen ze allemaal? En wanneer je dat hebt gedaan, dan weet ik 100% zeker dat je dat veilig gevoel gaat hebben. Want daar gaat het om. Dat men zich veilig voelt. Dat men weet van, hey, datgene dat ik vertrouwd heb aan de coaches, dat ze dat niet verder gaan vertellen en dat ze me uiteindelijk wel gaan helpen. En iedereen zijn traject is anders. En iedereen zit met verschillende dingen. Natuurlijk zullen we overeenkomsten hebben, maar er zullen ook hele grote verschillen zijn. Maar zoals ik zeg, die retreat is een aanvang maken met. Je gaat tot inzichten komen, dat weet ik. Je gaat tools meekrijgen. En het is aan, het ligt aan jou dat je verder gaat met deze informatie en deze tools echt wel inzet. Dan ga je zeker die verandering zien. Dat staat gewoon vast. Ja. En als er mensen zijn die deze keer nog twijfelen, maar in hun hoofd hebben van, weet je wat, volgende keer doe ik zeker mee. Ja. Wat zijn die toekomst en plannen voor andere retreats? Oké, op ons schema staat er nog de couple retreat. En in december weer een retreat voor de vrouwen. Ons schema is druk. Daar moet ik eerlijk om zijn. Er komen heel veel aanvragen binnen, ook van bedrijven, individuen. Maar we willen het sowieso hebben. Het staat op ons schema. Dus de mensen mogen uitkijken naar oktober en december. Daar hebben we dan de vervolgretreats. En dan hopen we ook inderdaad dat er heel veel animo is. En dan kunnen we het uitvoeren. Ja. Want er gaan heel wat kosten mee gepaard. En dan heb je wel dat groepje nodig om dat door te laten gaan. Ja, en hoe kunnen mensen zich inschrijven? En is er een deadline voor de aanmelding? Ja, dus zoals we zeiden, tot 20 man. Dus als wij 20 man heb je nog donderdag nog de gelegenheid en er is nog plek, dan mag het dan nog. Snap je? Men mag dus appen op het nummer 7108125. Nogmaals 7108125. Het is 888. Dan mag men dus appen daar naartoe. Men mag vragen stellen en dan beantwoorden wij die graag. En men mag ook een berichtje voor ons sturen op onze Facebookpage. Die draagt de naam van de coach in mee. Ja. Is er nog iets dat u aan het einde wilt zeggen? Nou, ik wil aan de mensen of de luisteraars, kijkers en luisteraars meegeven. Durf te praten. Je hoeft nog misschien, durf je nog niet om te stappen naar een coach of een psycholoog. Want die zijn er en die zijn er genoeg. Maar durf te praten over datgene waarmee je zit. Durf te stappen naar professionele hulp. Maar ook in je omgeving is er vast wel iemand die naar je wil en kan luisteren. En van daaruit dat je wel zegt van, hé, ik stap dan naar die professionele hulp. Maar het allerbelangrijkste is dat je praat. Want dat doen we minder. We zetten vaak genoeg een masker op en we gaan door het leven. Onze omgeving weet het niet, want we lachen de hele dag. Maar wat er van binnen is, afspeelt, dat weten we niet of dat laat je niet zien. Dus ik vraag ook echt van, praat. Als er iets is, praat. Journal erover, dat helpt ook echt. Ik raad ieder aan om een journal te hebben. Zet het wel veilig, dat je weet van, niemand vindt hem om te lezen. Maar het is wel heel belangrijk dat je datgene dat hier zit, dat je hem neerpent en dat je hem ziet en kan lezen. Dat helpt al heel veel. Thank you. Thank you for having us. Zo kijkers, met de woorden van mevrouw Sebon zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Als u geïnteresseerd bent in de Women Retreat van 6 juli, dan weet u hoe u contact kunt maken met de stichting The Coach in Me. In het eerste deel hoorde u mijn collega Sifra Goudland in gesprek met Gordon Vogt over de Kersten Training Academy. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.